Ja, vandaag speel ik voor Paal. En, ja, ik weet niet precies wat erop staat, maar ja, dat maakt ook niet uit, ik krijg ervoor betaald. Hé? Nee, ja. Ze lopen, de meeste mensen lopen hier af en toe lopen ze erbij zo van ja, nou ja, weet je wel, als reclamebod. De ene die heeft Adidas aan, de andere die heeft Nike aan en ja, je weet het maar nooit, hè? Nou ja, ik heb vandaag dit aangetrokken. Ik dacht, ja, dit is wel leuk, weet je wel, dus voor vandaag. Ik dacht, ja, het is wel leuk zo met die man zo, weet je wel, met dat haar en zo, weet je wel. Kijk, van dat grijze haar zo en die glimlach, weet je wel. Ik dacht, dit heeft wel wat vandaag, weet je wel. Nou, ik dacht, ik ga vandaag over straat lopen, maar ja, er loopt vandaag helemaal niemand over straat, weet je wel. En dan denk ik van, ja, bij jezelf, van ja, waar ben je dan eigenlijk, weet je wel. Alle mensen liggen weer te slapen. 'S Nachts, dames en heren, jongens en meisjes, is gewoon het leven. Je moet niet alleen overdag leven, maar ook 's nachts. Het leven is niet alleen overdag. Nee, het leven is ook 's nachts. 'S Nachts. Ik zal voor de meeste mensen even duidelijk praten. 'S Nachts. Ja, ik ben er heel goed. Nou ja, vandaag loop ik als Paal, loop ik door Stiens heen. En ja, we zijn vandaag, ja... Leuk paardje, weet je wel, zo, weet je wel. Kijk, en, we hebben ook een fan bij ons. En ik weet nu al zeker, ja, het wordt onze grootste fan. Ben ik heel zeker, ben ik weet nou wel heel goed. En ja, kom eens kijken, jongen. Hey. Moet je kijken, 5 oktober, hey. 5 oktober, dat zijn we vandaag. Wie had dat gedacht dat ik dat vandaag zou aantrekken, hè? Ja. Ja, het zit niet echt lekker, hoor. Het is mijn maat niet. Het is totaal niet. Je kan het voor. Ja, het is XL. Maar ja, officieel heb ik maar L of MM. Ja, MM. Zo, dames en heren, jongens en meisjes, komt u kijken met z'n allen. Het is vandaag 5 oktober, één dag na Dierendag. Dierendag. Ja, Randstad school na. Nou. Over Randstad school. Heb jij die vandaag wel goed verzorgd? Ja? Alleen op 4 oktober? Nee, dan doe je het niet goed. Van het dier hou je elke dag. Niet alleen op 4 oktober. Dat is gewoon keu! Echt waar hoor. Nou, dat hoort niet. Sommige mensen die zeggen, ja, op 4 oktober dan moet je je dier extra verwennen. Slaat natuurlijk helemaal nergens op, want natuurlijk moet je je dier elke dag gewoon verwennen, weet je wel. Je steekt gewoon elke dag je leuter er even in. Of je laat gewoon je hond even naar de kut likken. Het kan allemaal. Zo verwen je toch op elke dag gewoon je hond of kat of wat dan ook. Ja, ik loop hier nu een beetje als een reclamebord, loop ik hier nu een beetje rond, maar ja, dat mag de pret niet drukken. dat mag de pret niet drukken. Ik ga even op straat liggen, hey. Het gebeurt ook wel eens dat promotiemateriaal op straat belandt. Zo, weet je wel, zo. Zo, weet je wel, zo. En dan denken mensen zo van, die gast die deugt niet. Maak dat nou uit, mogen we toch zelf weten. Haha. Nou, ik zal even proberen om in deze kartonnen constructie weer omhoog te komen. Nou ja, natuurlijk kun je het altijd openvouwen zo. Het is natuurlijk ook maar promotiemateriaal voor 2 euro. Dus we kennen allemaal, kijk zo. Kijk hoe je handen weer tussen zo, 1, 2, hupsakee. Kijk, en dan zie je er niks meer van. Zie je wel? Hier. Net alsof ik niet op de grond heb gelegen. Nou, wij gaan nu weer naar het parkje toe en rustig aan. Niet te veel bier drinken dit weekend. 5 oktober 2013.